Dus waarom willen we eigenlijk een vaccin voor astma en voor allergie ontwikkelen? Als we dan kijken naar een staatje van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, uit 2008, dan ziet u dat eigenlijk hier worden een aantal aandoeningen in kaart gebracht die bij kinderen kunnen optreden. En dan ziet u eigenlijk dat helemaal onderaan staan de groep astma, chronische bronchitis en CARA. En dat is bij 10% van de kinderen hebben daar problemen mee. Dus je kunt zich voorstellen dat dit dus echt een belangrijk probleem is waaraan gewerkt moet worden. Wat zie je dan? Iemand die heel erg moet hoesten, die benauwd heeft. En de vraag is van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk dat je dit plaatje uiteindelijk ziet? Als je dan ziet in een gezond persoon zijn die luchtpijp, dat is een open structuur, een buis, een open structuur. Maar bij iemand met astma zie je dat die buis helemaal dichtgeknepen is en dat er allemaal rotzooi aan de binnenkant zit. Nou, de vraag is van wat gebeurt er nou daar op dat plek waar die rotzooi zit? Dus hier hebben we weer even dat beeld wat we er net ook zagen. Dus dit is het plaatje van de normale luchtweg die aan de binnenkant open is, waardoor je goed in en uit kan ademen. En hier aan de bovenkant zien we weer de luchtpijp van iemand met astma die helemaal verdikt is en waar ook allemaal rotzooi zit. Als we daar wat verder op inzoomen, om te kijken van wat er daar nou zich precies afspeelt, dan komen we op dit plaatje terecht. En dat is meteen alweer een heel ingewikkeld plaatje. Maar ik weet niet of u vorig jaar ook in de gelegenheid bent geweest om bij de publiekslezing te zijn. Maar toen heeft Dirkje Posma al een heel mooi verhaal gehouden en uitgelegd wat het belang is van deze cellen. De rondjes die u ziet met de trilhaar, dit zijn de epithelcellen, de bekleding aan de binnenkant van de luchtpijp. En wanneer deze cellen, wanneer die laag niet netjes aaneengesloten is, geeft dat heel veel problemen bij mensen met astma. Nou, deze test is uitgevoerd bij een groot aantal kinderen in verschillende landen. We zijn hiervoor naar Gabon geweest en naar Ghana, beide landen in West-Afrika. En hierbij hebben we vooral gekeken naar de huidtest op huisstofmijt als allergische stof. En daar hebben we de kinderen verdeeld in twee groepen. De kinderen die met wormen geïnfecteerd zijn of niet geïnfecteerd. Dat wordt hier aangegeven door het minnetje. En dan kunt u zien dat de kinderen die niet met wormen geïnfecteerd zijn, dat daar veel meer positieve huidtest tegen huisstofmijt voorkomt dan de kinderen die wel geïnfecteerd zijn. Wat dus voor ons een belangrijk punt was om te concluderen dat veel contact met wormen dat blijkbaar een beschermende werking heeft. Emmelijn, fantastisch verhaal wat je zo net hield. En toen bedacht ik, je had het over vaccinatie, maar dat was eigenlijk nog niet zo ver. Maar voordat het nou bij vaccinatie is, wat moeten we nou doen? Ja, wat nu belangrijk is, wat ik ook aangaf in het verhaal, we weten dat wormen een bepaald effect hebben. Ze beschermen tegen allergieën en astma, maar om mensen met worminfecties op te zadelen, geeft ook heel veel bijwerkingen. Ja. Dus daarom zijn we nu op zoek naar bioactieve moleculen die de gunstige werking van de wormen kunnen nabootsen op allergie en astma, maar zonder de echte infectie. En is het nou straks zo dat de ene wormen moet krijgen en bioactieve stoffen daarvan en de andere uit die bacteriën en schimmels van Erica fumicius? Of denk je dat dat dan ook verschillende vormen van astma geeft als je ze niet hebt? Ja, ik denk dat het een kwestie is van meerdere wegen leiden naar Rome. Okay. Dat de wormen niet het enige is. Wij werken daaraan, dus vandaar dat we ons daar heel erg aan op toegespitst hebben. Maar ook uit de onderzoeken inderdaad van Erica van Moetsius blijkt dat bepaalde schimmels en bacteriën mogelijk een vergelijkbaar gunstig effect kunnen hebben. En uiteindelijk is misschien wel het beste om een soort cocktail te hebben van bioactieve stoffen verzameld van verschillende micro-organismen die beschermend zijn, omdat de ene persoon misschien beter reageert op de schimmels dan op de wormen en bij een andere persoon andersom. Waardoor je uiteindelijk moet je net zoals met sommige ziektes je eigen poep weer opeten? Ja, er zijn mensen die dat doen. Maar ik heb daar in de je houdt er niet zo van. Ja, Oké, maar als ik ernaar kijk, dan zeg je van nou, het kan zo zijn dat de ene meer reageert op de ene en de andere op de ander. Maar het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld als je heel ernstig astma hebt, dat je een bepaalde type hebt of een combinatie nodig hebt. Ja, ik denk dat allemaal nog uitgezocht moet worden. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen, omdat ik ben daar nu niet zo heel diep op ingegaan. Je hebt ook verschillende type regulatoire cellen. En mogelijk dat de ene schimmel de type 1 van de regulatoire cellen aanzet en een bacterie type 2. Maar dat je ze uiteindelijk allemaal nodig hebt om echt voor goede bescherming te kunnen zorgen. En toch vind ik het raar, hè? Want als je nou genetische achtergrond hebt, dan moet dat toch
dan kun je wel zeggen, ik heb die regulatoire cellen. Maar als je nou FOXP3 hebt als expressie en je hebt dat gen niet goed, dan kun jij wel jouw spul geven, maar dan werkt dat toch nog niet. Nou, dat is nou heel leuk dat je dat nu als voorbeeld aanhaalt. Omdat er namelijk nu is helemaal, wat nu heel erg in de belangstelling is, dan blijkt dat micro-organismen mogelijk toch het talent, dus de genetische aanleg, kunnen aanspreken en mogelijk kunnen veranderen. Waardoor je bijvoorbeeld dat FOXP3, wat je nu net noemt, wel goed tot expressie zou kunnen brengen. En dat is helemaal nieuw. Maar er zijn wel aanwijzingen dat dat mogelijk zou kunnen gebeuren. En daar zouden we heel graag verder mee willen, om dat te onderzoeken. Denk je dan ook dat die bacteriën en stofjes erin ook epigenetisch kunnen werken of anti-epigenetisch? Ja, dat proces inderdaad om het talent te veranderen, epigenetica, verwacht ik inderdaad dat het op dat niveau ligt. Waardoor, en de vraag is in hoeverre je zulke processen zou kunnen doorgeven aan het nageslacht. Maar in ieder geval dat als er in een vroeg stadium epigenetische veranderingen plaatsvinden, verwachten we dat het in ieder geval wel een langdurig effect kan hebben voor die persoon. Leuk. Tot in zijn volwassen leeftijd en het vormen van het immuunsysteem. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dat soort prijzen zijn natuurlijk alleen maar mogelijk inderdaad wanneer we daar sponsors voor hebben. En we zijn ook heel blij inderdaad dat twee farmaceutische bedrijven, Chiesi en Novartis, bereid zijn om deze prijzen te sponsoren. We willen beginnen met de eerste prijs. En dat is de zogenaamde NRS Young Investigators Award, die wordt gesponsord door de firma Chiesi. Oké, welkom allemaal. Het is een grote eer voor ons vandaag om de Chiesi NRS Young Investigator Award uit te mogen reiken. Deze award is, zoals net al werd aangekondigd, speciaal in het leven geroepen om jong investigators een duwtje in de rug te geven in hun onderzoek. En daarbij wordt de term jong redelijk breed gehandhaafd door de NRS. Dat is heel sympathiek. Alles onder de 36 telt mee als een jonge onderzoeker. In totaal leverde dat 89 abstracts op die gesubmit zijn. En van die 87 waren het er, waren er 49 die voldeden aan dat criterium. Deze 47 zijn vervolgens geëvalueerd door de Young Investigator Board van de NRS, waar ik lid van ben. En ook nog door de Longdagencommissie. De award, dus de Chiesi NRS Young Investigator Award 2013, gaat naar het abstract dat heet The Role of Damage-Associated Molecular Patterns in a Genetic Susceptibility Towards Cigarette Smoke-Induced Neutrophilic Airway Inflammation door Simon Daan Pauwels. Namens Chiesi een kleine aanmoediging voor jong, talentvol onderzoek in Nederland op respiratoirevlak. En besteed het goed en veel succes in de toekomst. De volgende prijs, dat is de Longdagen Best Oral Presentation Award. Die wordt gesponsord door de firma Novartis. En dat is de prijs die geselecteerd is op basis van die abstracts die zijn ingediend. En die zijn geselecteerd voor een praatje vandaag. Dus we hebben vandaag een sessie gehad met 6 praatjes over bazaal onderzoek. En 6 korte lezingen over klinisch onderzoek. En wat we hebben gedaan, we hebben de voorzitters een aantal scoreformulieren gegeven en gevraagd om zelf de praatjes te scoren op basis van kwaliteit van 6 verschillende elementen. Van kwaliteit van het praatje, waren ze goed in de discussie, kwam het duidelijk over. We hebben ze gevraagd om het niet alleen zelf te scoren, maar ook een aantal senior onderzoekers
tussen het publiek te vragen, zodat we ongeveer 5, 6 mensen hadden die dat beoordeelden. In beide sessies hebben we dat gedaan. Vervolgens is dat allemaal berekend en hebben we daar scores uit berekend. En uit scores komt uiteindelijk natuurlijk een winnaar. En de winnaar wordt aangekondigd en de prijs wordt uitgerekend door in dit geval de voorzitter van de desbetreffende oral presentation sessie. En dat is Christian Taube van het RUMC in Leiden. En door Michael Hertog, directeur primary care van Novartis. Ik ben vandaag in een wetenschappelijke sessie hier geweest en ben erg onder de indruk. Ik heb 6 wetenschappers gehoord, geweldige verhalen, geweldige data, heel, heel mooi. En alles zijn vrouwen. En ik mag even de winnaar, ze hebben een nieuwe test gedaan, ze hebben nach einen genetischen Test ontwikkeld en kunnen nu bei diesen Patienten in Woldendam sagen, okay, da ist nun ein Risiko auf das Genrisiko und das ist doch echt ein fairer Entwickling und darum hat der Winner auch den Preis von da gekriegt. Das ist mit Frau Paff aus dem VU MC Medisch Zentrum. Gefelicitiert. Ook namens Novartis, heel erg gefeliciteerd met je beste oral presentation. Succes nog verder met het werken met de publicatie daarvan. Goed, de derde award is een bijzonder award. Namelijk, wat hebben we gedaan? Die 87 abstracts die binnenkwamen, die 87 abstracts die zijn beoordeeld op kwaliteit, op nieuwswaarde, maar ook op, we hebben de reviewers van de programmacommissie hebben gevraagd van, kijk nou eens, welke van die abstracts zouden geschikt zijn voor presentatie aan het algemeen publiek? En het is een mooi onderzoek, een onderzoek waarbij uiteindelijk denk ik gaat om een echte verbetering in de zorg, die een mooi voorbeeld is hoe het kan samenwerken tussen de eerste en de tweede lijn. En daar heb ik me al wat mee verraden wie het is. Ik roep heel graag Esther Metting naar voren. Zit daar. Ja, hartstikke mooi. Om nog even te zeggen wat Esther heeft onderzocht en wat ze in de praktijk hebben gebracht. Astma en COPD-dienst, waarbij de longarts, het ziekenhuis, de huisarts helpt om tot een goede diagnose te komen. Want niets is zo moeilijk om een goede diagnose te stellen. Dankjewel. Nou, volgens mij is er geen grotere beloning dan deze award te winnen. Dat het publiek eigenlijk zegt dat hij iets doet wat bijzonder relevant is. Nou, heel veel succes met de verdere verwerking van het hele mooie project en de publicatie daarvan. En succes met de besteding van de award. Namens Chiesi. Een gezonde tabaksbeleid. Om daar iets over te kunnen zeggen, is het goed denk ik om even toch naar de kern van het probleem te gaan. Wat is de kern van het probleem? De kern van het probleem is de sigaret. Heeft u enig idee hoe sigaretten er tegenwoordig uitzien? Ik heb zelf gerookt, 20, 30 jaar geleden, jazeker. En had je een paar smaken, je kon kiezen in feite tussen check en sigaretten. En tussen check had je een paar keuzen en bij een sigaret had je ook een paar keuzen. Maar tegenwoordig is die keuze echt enorm. Een enorm assortiment keuze in de winkel. Dit zijn bijvoorbeeld sigaretten. Ik weet niet of u kinderen heeft. Als je kinderen heeft tussen de 16, 17, 18 jaar is de kans zeer groot dat ze dit soort sigaretten tegenwoordig roken. Want dat is precies de doelgroep daarvan, voor jongens. En voor meisjes hebben we dit in aanbieding. Toen ik dit voor de eerste keer zag, ik had dezelfde reactie als u eigenlijk nu. Van dit ligt dus gewoon nu in de winkels. Aantrekkelijk gemaakt, leuke kleurtjes, niet gereguleerd door de overheid. Net snoep eigenlijk, heel verleidelijk. Als je het dichtklapt, dit pakje sigaretten, dan is het wel zo dat daarop staat, roken is dodelijk. Maar ja, wie gelooft dat nog? Of iedereen weet eigenlijk wel dat roken slecht is. Er staat er eigenlijk als een soort alibi op. Hè? Want ja, als je dan toch sigaretten koopt, het staat erop, het is slecht. Dus je bent toch wel echt een suffer als je dan toch nog sigaretten koopt en verslaafd raakt. Je moet weten dat 20% van de inhoud van die sigaret eigenlijk bestaat uit additieven. Dat zijn er zo'n gemiddeld 60 per sigaret. Als je bijvoorbeeld een potje pindakaas neemt, dan zitten er 8 of 9 of 10 additieven. Dat vind ik eigenlijk al heel erg veel. Maar hier zitten dus 60 additieven in. Wat zijn dat voor spulletjes? Wat is dat voor rotzooi? Sinds kort, en dat weten nog niet veel mensen, is er op een website van het RIVM
precies na te lezen per pakje sigaretten, per merk, wat er allemaal in is toegevoegd door de fabrikanten. En zij moeten dat doen, ze doen het natuurlijk niet van harte, ze moeten dat vanuit moderne, recente Europese regelgeving, maar het staat er wel allemaal op. Wat gebeurt er als mensen roken? Nou, nicotine komt in de hersenen terecht. Nicotinereceptoren die reageren daarop, zitten op verschillende plekken in de hersenen. Onder andere een sterk belonend effect. Zorgt er ook voor dat wanneer mensen zeg maar, stoppen met roken, dat ze weer een sterke ontwenningsverschijnselen krijgen. Dus er zit een sterke lichamelijke component aan het verslaafd zijn aan het roken. Maar er zit ook een psychologische component aan. En ik illustreer dat vaak door dit plaatje. Je ziet hier een reus aangespoeld op het eilandje Lilliputter. Dat is een roman van Jonathan Swift, die kent dat waarschijnlijk wel. En die man wordt 's ochtends wakker en die staan allemaal vastgebonden met al die draadjes eigenlijk op dat land. En voor mij symboliseren die draadjes eigenlijk die verschillende stimulus-respons-relaties eigenlijk die een roker ondergaat door de dag heen met zijn sigaret. Hij steekt een sigaret op wanneer hij in de omgeving bepaalde cue ervaart. Bijvoorbeeld een vriend van hem steekt een sigaret op, dan heb je ook zelf zin om een sigaret op te steken. Of je hebt net een borreltje gedronken en dan associeer je dat heel sterk met het roken van een sigaret. Dus er zijn er talloze momenten in een dag die mensen met sigaretten roken associëren. En het stoppen met roken psychologisch gezien is dus eigenlijk het zorgen, het doorbreken of het doorsnijden van al die draadjes. En omdat het er zoveel zijn, is het ook heel erg moeilijk om te stoppen met roken. Nou, die tabaksindustrie die heeft dus een hele traditie eigenlijk van het normaliseren van het sigarettenroken. Ze hebben dat gedaan in Nederland in de 80e jaren met een hele serie campagnes. Roken moet mogen, roken. Nou, we lossen het samen wel op, daar hebben we geen regelgeving voor nodig. We houden het gezellig met elkaar. En dat zijn toch zeg maar, het soort campagnes wat in het collectieve bewustzijn van de mensen in Nederland nog heel sterk eigenlijk verankerd zit. En waar we eigenlijk vaak toch aan denken van we moeten daar allemaal niet te moeilijk over doen. Ik heb hier een gesprek met Mark Willemsen van Maastricht Universitair Medisch Centrum. Mark Willemsen, Mark, je hebt net een verhaal gehouden over het tabaksbeleid in Nederland. En je hebt dat een beetje vergeleken inderdaad met het tabaksbeleid in andere plaatsen in de wereld. Kan je misschien iets vertellen over verschillen die jullie in je onderzoek zien tussen het beleid in Nederland en het beleid in andere landen? Wat zijn kenmerkende dingen rondom het tabaksbeleid in Nederland? Nou, daar valt eigenlijk heel veel op eigenlijk als je dat beleid met elkaar vergelijkt. Maar Nederland zit een beetje in de achterhoede, zou je kunnen zeggen, wat sommige maatregelen betreft. En andere maatregelen zitten wat meer in, zeg maar, in de middenmoot. Het is heel relatief, het is hoe je het bekijkt. Waar we bijvoorbeeld slecht in zijn, dat is het beschermen eigenlijk van de niet-rokers tegen tabaksrook. Er is een hele strijd eigenlijk geweest rondom de rookvrije horeca. Het is nu eindelijk door de Hoge Raad, door de rechter besloten dat eigenlijk toch een final word is. Dat er eigenlijk gewoon niet meer gerookt mag worden in de horeca. Dus daar zou je kunnen zeggen van nou, daar hebben we een overwinning bereikt. Dus daar lopen we in Nederland weer een beetje mee in de pas eigenlijk met het buitenland. Maar bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de sigaretten in winkels. Nou, er zijn landen die dat ervoor zorgen dat gewoon eigenlijk niet meer voorkomt. We hebben in Nederland nog 60.000 verkooppunten van sigaretten overal door het land heen. Ja, die zichtbaarheid is eigenlijk nog enorm. Maar daar is bijvoorbeeld ook nog een hele wereld te winnen. Ja, je gaf aan een enorm verschil in aantal verkooppunten. Nederland versus Frankrijk. Eigenlijk gaat het eigenlijk om allemaal zaken die door de overheid bepaald worden. Is dat zo? Is het zo simpel? Onze overheid is veel makkelijker in het tabaksbeleid dan andere landen? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. De overheid die neemt het probleem niet serieus, dusdanig serieus als het eigenlijk genomen zou moeten worden. Er zijn landen op de wereld zoals Australië en Engeland die dat wel doen, die ook gewoon een heel gedegen tabaksbeleid ontwikkelen en ook opschrijven. Dus er worden echt tabaksnota's geschreven. In Nederland is er helemaal geen tabaksnota. Hier wordt tabak eigenlijk meegenomen met allerlei andere onderwerpen. En dan is het eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje. Terwijl eigenlijk de omvang van problemen rechtvaardigt eigenlijk dat je heel specifiek voor dit onderwerp een beleid ontwikkelt en zorgt dat je zowel rokers op een goede manier ondersteunt met het stoppen, zowel de jongeren goed voorlicht over het niet roken, zowel de niet-rokers beschermt
maar ook dat product zelf aanpakt en zorgt dat er bijvoorbeeld geen additieven meer in zitten die zorgen dat het aantrekkelijk of nog verslavender is om te consumeren. Zorgen dat die zichtbaarheid er niet meer is in de winkels. Dat de prijzen inderdaad dusdanig hoog zijn dat er ook een effect op de consumptie van te verwachten is. Ja, en dat werkt, hè, begrijpen we. Dat uit onderzoek van bijvoorbeeld het RIVM heb ik gehoord, blijkt dat wanneer je de prijs hoger gaat maken door de accijns te verhogen, dat dat inderdaad het tabaksverbruik eigenlijk gaat verlagen. Ja. Zie je dat dan met name bij jongeren, dat jongeren dat veel minder gaan doen? Want dat is een belangrijk zorgenpunt. Hè? Jongeren gaan eigenlijk meer roken dan dat ze een aantal jaren geleden deden. Denk je dat dat met name op die groep een effect zal hebben? Of wat breder? Het prijseffect, die prijselasticiteit zoals dat wel wordt genoemd, dat is eigenlijk door de hele bank genomen. Bij de hele bevolking heeft dat een effect, maar het effect is inderdaad wat sterker bij jongeren. Die zijn er gevoeliger voor. Ja. En ook mensen die of dat noemen de lage sociaal-economische klassen in Nederland, die hebben daar ook, zeg maar, die zijn er gevoeliger voor. Dus het is door de bank genomen is het een hele effectieve maatregel. Je weet, als je de prijs omhoog doet, je moet dat niet met hele kleine stapjes doen, dan is het effect er niet. Maar 10% dat is een forse toename waarvan we weten dat het echt een effect heeft op de consumptie. Ja, en jongeren zijn met name gevoelig voor een image, hè? Die willen graag bij een groep horen. En roken is misschien geassocieerd in sommige groepen met een stoer image. Tenminste, dat kennen we met name van de vroegere cowboys op de paarden met de sigaretten in de hand. Je liet onderzoek zien van jullie, wat liet zien dat wanneer je kijkt naar de negativiteit van het beeld wat een roker eigenlijk zelf heeft over het roken, dat eigenlijk veel lager is in Nederland dan in Brazilië. Je liet bijvoorbeeld zien, 20% van de Nederlandse rokers heeft een negatief beeld over het roken, terwijl 80% van de rokers in Brazilië het geval is. Ja. Hoe kun je dat verklaren? Dat is ongelooflijk. Ja, wij zijn er echt van geschrokken toen we die cijfers zagen. Ja. Niet alleen dit hoor, maar ook dat wij, dat de Nederlandse rokers veel makkelijker denken over de gezondheidsschade van het meeroken wat ze anderen aandoen. Daar denken ze veel minder negatief over. Ja, hoe kun je dat verklaren? Eén verklaring is in ieder geval dat wij in Nederland nauwelijks eigenlijk die problematiek op een goede manier over het voetlicht hebben gebracht bij de bevolking. Er zijn heel weinig campagnes eigenlijk over gevoerd, gek genoeg. Als er dus een rookvrije horeca wordt geïmplementeerd, dan is er wel iets van een campagne. Maar die campagne heeft niet dat verhaal in zich om uit te leggen aan de mensen waarom dat nu noodzakelijk is, namelijk voor de volksgezondheid, dat mensen er niet alleen last van hebben, maar dat ze dan ook hun gezondheid eigenlijk daarmee gemoeid is. Dat is niet eigenlijk naar voren gebracht. In andere landen is dat wel gedaan, dus alleen maar een voorbeeld. Er zijn ook andere voorbeelden dat je gewoon, zeg maar, langdurig, door het voeren van campagnes, elke keer die boodschap naar voren brengt, er is iets bijzonders met die sigaretten aan de hand. Het is een schadelijk product, mensen sterven eraan, je kunt dat niet straffeloos eigenlijk consumeren. En als die boodschap niet duidelijk door campagnes, zeg maar via de televisie en noem het allemaal maar op, naar voren wordt gebracht, dan hebben mensen natuurlijk, zeker rokers, ja, die vinden dat natuurlijk prachtig om dat te bagatelliseren. Ja. En die zoeken ook altijd naar smoesjes, het zal wel meevallen. En er staat dan wel op het sigarettenpakje, roken is dodelijk. Maar ja, waar sterf je dan precies aan? Als je dus wat dieper gaat in de kennis van mensen, dan is die eigenlijk in Nederland heel erg op een heel laag niveau. En tenslotte, als je nou kijkt naar de ervaring in andere landen met een rookverbod in de horeca. Hè, wat zou je willen zeggen tegen de kroegbaas die zegt van, door dat rookverbod gaat mijn zaak kapot en dat komt nog eens een keertje bovenop die economische crisis? Is dat nou de ervaring in andere landen dat het rookverbod leidt tot een enorme daling in de omzet in de horeca? Ja, dat is heel moeilijk om met individuele gevallen te praten. Want er zullen natuurlijk ongetwijfeld kroegen zijn die het al moeilijk hebben. Die het soms ook zichzelf heel verdomd moeilijk maken. Want er zijn hele hoge boetes. En als je dus weer over een overtreding gaat en de NVWA komt weer controleren en die boete gaat nog hoger en nog hoger, totdat je op een gegeven moment €6400 moet betalen en dat kun je dan niet meer betalen. En ook de klanten die zijn niet meer bereid om bij te spijkeren, ja, dan gaat zo'n kroeg op een gegeven moment over de kop heen. Dat komt dan waarschijnlijk eerder daardoor dan door het feit dat die klanten, die cliëntele, niet meer in die kroeg mag roken. Want ze kunnen dan gewoon buiten gaan roken. In het buitenland is dat niet echt een probleem geweest. Er zijn ook landen bij waar het qua klimaat, zeg maar, nog slechter is dan Nederland. We hebben het over Schotland of over Ierland, dat soort landen. Mensen vinden dat ook niet echt prettig om maar steeds naar buiten te moeten gaan. Maar mensen doen dat als ze weten dat het noodzakelijk is en van ze verwacht wordt. En ik zie geen reden waarom dat in Nederland ook niet kan gebeuren. Er zijn geen aanwijzingen dat in Engeland en Schotland dat die omzet nou echt zo dramatisch daalt door zo'n invoering van een verbod. Nee, daar zijn juist, er zijn cijfers die laten zien dat het juist naar boven is gegaan. Dat de horeca als geheel
er eigenlijk beter op is geworden. Omdat er heel veel mensen eindelijk weer naar een kroeg wilden gaan of eindelijk weer op een restaurant gingen. Omdat ze nu wisten van, nou, ik kan nu mijn kinderen gewoon meenemen, er wordt niet meer gerookt. Nou, dat geldt zeker voor mezelf. Ik kom nu niet meer met stinkende kleren thuis wanneer ik een avondje in de kroeg ga. Ja, voor mezelf ook. Ja, zeker. Dankjewel. Ja.